met de achtergrond dat ik al eerder door misbruik ben gegaan... maar het niet kon plaatsen. Dan is het niet gek dat je niet weet wat normaal is. Je weet niet, is dit oké? Okay? Een vrouw die bij haar eerste video met een uh, positieve boodschap... meteen mijn aandacht had, was Balitin. Volgens mij herkende ik meteen het vuur, vastberadenheid... en de honger vond ik herkenbaar... Uh, dat is ook de reden waarom ik haar eerder heb uitgenodigd voor Gilly's Love Line. We hebben het toen gehad over het niet serieus nemen van de liefde, uh, het zitten in ongezonde relaties, maar ook over zelfliefde en mindset. Check een van de reacties op die aflevering. Wat een topvrouw! Ben zo geïnspireerd door haar. Ik voel bijna elk woord dat ze zegt. Dat is het effect uh, die deze dame heeft op verschillende mensen. Niet wetende dat ze zelf heavy in de genezing zat. Tenminste, dat is de conclusie die ik heb getrokken uh, na het lezen van Geen Weg terug. Uh, Geen Weg terug. Een persoonlijk en uh, kwetsbaar verhaal over een uh, jonge dame die gevormd is door haar ervaringen met drugs, alcohol, uh, misbruik en het verlies van dierbare. Als het nou komt door ziekte of zelfs moord. Des, welkom terug in Gilly's Love Loveline. Ik zeg, dit is therapie. En iedereen kan meelezen. Zeg ik het goed? Ja, ik denk dat je het goed zegt zo. Toch? Ja. Hé, hey, word heavy en persoonlijk. Ik ben vanochtend <laughs> klaar met het uitlezen ervan. Dus ik zit nog vers in jouw verhaal. Uh, vertel me eigenlijk... Waarom geen weg terug? Allereerst, ik waardeer de uitnodiging dat je ja, aanwezig mag zijn. Thank you. Um, waarom geen weg terug? Je had het net al goed geformuleerd. Het boek uh, heb ik geschreven als therapie voor mezelf. Mm -hmm. Op het punt dat ik uh, helemaal in de war was en het zelf allemaal niet meer zo goed zag. Het enige wat ik nog kon zien was al het negatieve, en ook dat er geen uitweg meer was uit het negatieve. En op dat moment dacht ik, als ik het wil gaan begrijpen, wil gaan snappen, moet ik weer bij het begin beginnen. En zo ben ik echt, het boek begint ook bij het begin. Klopt, ja. Aan het schrijven. Uh, uh. Wat mij dan meteen opviel uh, als we naar het begin gaan, is dat jij bent gaan graven. Uh, je, le je legt wel goed neer hoe dat is gestart met uh, jouw familie. Uh, want je komt van Curaçao. Maar je bent nog zelf een stukje teruggegaan. Uh, in, 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 in bijvoorbeeld dat jouw, als ik het goed zeg, uh, jouw opa aan jouw moeders kant is geboren. uit een, uh, een slavenmeester en een bijvrouw, hoe ze dat toen noemden. Uh, eigenlijk gewoon plat gezegd, een zwarte slavin. Waarmee werd gedaan uh, wat de slaaf dan ook wilde, daar is je opa uitgeboren. En dat doe je natuurlijk. Uh, je zegt het heel mooi ergens. Hij komt eigenlijk voort uit een zaad van iemand die probeert te vluchten. Ongeveer is, zeg je dat zo. En omdat je het zo neerzet, begint het eigenlijk al daar, als we het hebben over trauma. Dat is waar jij begint in je boek. Uh, hoe zie jij dat? Wat, wat voor effect dat heeft gehad op hoe jouw leven later eruit is gaan zien? Het leven van je familie eigenlijk, want iedereen is getraumatiseerd. Door, doordat ik ben gaan graven, ben ik ook achtergekomen dat dat niet het begin is, zeg maar. Oké. Okay. Slavernij niet het begin. Nee, 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 of course is, niet. Zeg maar van ja. waar alles vandaan komt. En dan moest ik het gaan begrijpen van hoe compleet we eigenlijk waren. Ja. Dat dat een heel stuk heeft ontwricht, generaties lang. Mm -hmm. En doordat ik ben gaan graven, kwam ik ook achter de waarheid van hé, daarvoor waren we als soort, als mens, zeg maar, mm -hmm. meer completer, niet zo gebroken. Maar doordat ik natuurlijk ook op een stukje slavernij ben uitgekomen en de lijnen van mijn moeder en mijn vader ja. net wat generaties verder ben gaan uitzoeken zag ik ook ja, de gebrokenheid daarin. En kon ik ook wel beseffen van oké, okay, wat ga je doen met die patroon? Ik kon het gaan herkennen van ja, is het is toch een patroon. Want jij zegt uh, je bent gaan graven en daarvoor was het anders inderdaad. Maar het is moeilijk om informatie te vinden van voor de slavernij. Want inderdaad, daarvoor uh, had je gewoon zomaar uh, familie kunnen hebben... die koningen waren geweest uh, of boodschappers, net als jij... Uh, maar dat is moeilijk te achterhalen. Dus daar kom je uit op, zo'n verhaal van. En dat heb je nou wel kunnen achterhalen. Van hé, hey, oh zo is mijn uh, opa uh, op aarde gekomen. Uh, dat vind ik dope, Dus dat je daarmee sowieso bezighoudt. Maar wat was dat voor jou dan? Uh, het moment dat je zegt: van ik ga echt onderzoeken hoe dit zit met mijn familie. Kan je dat moment nog heuvelen? Ja, het zijn over de jaren heen verhalen wat je hebt gehoord. Mm -hmm. En op het moment dat je dan gebroken thuis zit en het niet meer weet. Ga je al die verhalen beginnen te herinneren. En dan denk je van, hé, hey, maar wacht even, maar wacht even, maar wacht even. En zo heb je gewoon steeds van die lichtpuntjes die nou eigenlijk opklaren. Van aha, aha. En precies zo heb ik het ervaren. het was niet op het moment dat ik het boek ging schrijven, dat ik onderzoek ging doen naar de lijnen. Ik uitvragen het, ging okay, het door de ik jaren heen, Informatie ja. al. Maar op het moment dat jij helemaal niks meer ziet, dan mm. zie je ook niks meer. Het enige wat je ziet is dat je situatie gewoon fucked up is. En ik moest op dat moment beseffen, oké, okay, maar wacht even, dit is niet alleen nu. Dit is nu, gewoon uit het niets ja. is is een situatie zoals het is. Komt ergens vandaan. En zo ben ik de lijn gaan trekken. En jij zegt uh, op de momenten dat je gebroken was, dat je uh, en, en die momenten zijn er veel geweest, uh, lees ik in je boek. Ik zeg je eerlijk. Dus ik lees je boek, we gaan het even hebben, over hebben, want dat is jouw ervaring en jouw verhaal. Uh, op een gegeven moment zat ik gewoon te hopen: waar krijgt deze jonge dame rust? En het kwam maar niet. <laughs> het kwam maar niet. Mijn vraag is eigenlijk: is die rust er nu? Let's keep die, it rust, die rust is er als ik me erop focus. Hij zit er, mm hij -hmm. moet hem zelf zien en herkennen. Ik hoef het niet buiten mezelf te zoeken. Het zit in mezelf. Juist. En, uh, ja. Dus de uitdaging is om dat toe te laten? Well, Laat je het vaak de, toe? Vaak wel. Maar het, mens, het mooie aan mens zijnde is dat uh, er perfectie... Hoe moet ik, moet ik het zeggen? Perfectie is er niet. Dus ik heb ook mijn momenten dat ik geen rust ervaar. Geen vrede ervaar. En dan weet ik van oké, okay, check. Terug weer naar focus, terug weer naar waar komt iets vandaan. En elke keer moet je jezelf weer terugbrengen dus, en aanspreken op van hey, yo, focus, zoek rust. Ja. Kijk, want het is niet dat wij dagelijks praten of zo. Je bent één keer bij me geweest, hebben we hebben een goed gesprek gehad. Maar dit komt allemaal vanuit het boek. Hè? Ik zeg het je dat ik ervaren van hé, hey, wanneer krijgt zij rust? We gaan weer helemaal naar het begin zoals je dat zei. Dus uit Curaçao en je familie <laughs> komt hier eigenlijk uh, op zoek naar een beter leven. Maar dan kom je terecht in Amsterdam. Uh, in een situatie waar al meteen drugs is, alcohol, verslaving. En ik weet niet of dat te maken heeft uh, met de druk van het leven. of de druk hier als iemand die van buiten komt. maar het ging al vroeg mis, zeg maar, in jullie gezin. Toch? Is dat de eerste keer dat je. Uh, ja. zou je uh, jullie gezin dysfunctioneel noemen vanaf het begin? Je hebt dan jou, je broer, je vader en je moeder. Als je het zou bekijken met de standaard van deze maatschappij, ja. Maar aan de andere kant zie ik het weer als chosen. Chosen? Ja. Door jullie zelf of jullie zijn gekozen? De generatielijn heeft op een gegeven moment de keuze gemaakt om dingen te doorbreken. En ik vind het jammer dat bijvoorbeeld uh, mijn moeder bepaalde dingen heeft kunnen doorbreken wat mijn vader niet heeft kunnen doen. Maar ik weet wel zeker dat ik heel wat stukken verder ben. Ja. En dan vind ik dat wel toch wel een chosen ding. Dat iets wat bedoeld was om gebroken te zijn uiteindelijk toch gebruikt wordt ten goede. Ja, want we moeten even terug naar het begin om uh, voor mij, ik ga nu gewoon nieuwsgierig doen. Ik heb je boek, ik kom vers eruit. Uh, om één jou te begrijpen, maar ook jou in de liefde. En, en die, die ambitieuze kant van jou om maar uh, te willen slagen. Uh, want ik zei het al, ik maak de kennis met jou via uh, zo'n video van jou. Uh, zo'n boodschapvideo. Uh, positieve boodschappen. Uh, uh, alleen om erachter te komen in dit boek dat je die tijd zelf aan het struggelen was. Met jezelf. Maar dan wel de behoefte hebben om uh, positieve berichten aan, aan de man te brengen, die ook nog viraal gaan. Hè? Want zo is het een beetje gaan dat je bekend bent gaan, uh, geworden via die video's. Als je daar nu op terugkijkt, uh, was je daar dan real? Was je real daar? Zeker. Zeker. Meer dan real denk ik juist zo. En dat hetgene wat ik liet zien was: kijk hoe ik van en kijk hoe ik weer opsta. Kijk, ondanks dat ik niet alles heb, dat ik toch ervoor ga. Dus dat, dat stukje noem ik wel, ja, als het neerkomt op mijn video's. Ja, ja. Oké, okay. we gaan even neerzetten uh, Des Balletien, uh, anders begrijp je niet zo goed uh, uh, waar we het over hebben, want ik zit natuurlijk helemaal in de beleving van Des Balletien als uh, uh, jong meisje. Uh, maar als jong meisje, uh, zover je terug kan gaan, kan je herinneren dat je gelukkig was? Maar schrijven van het boek ben ik erachter gekomen dat ik vanaf jongs af aan een gevoel had dat ik uh, hier ben om meer te betekenen of meer te zijn. Dat heb je altijd en gehad. Als ik op, op terug reflecteer vanaf 7, ja. 8, 9 jaar zeker. Ja. Maar hoe of wat kon ik niet plaatsen. Maar wel altijd weten van ik ga meer doen dan wat ik om me heen zie. Wat zag je om je heen? Mm, gebrokenheid, vader, moeder en families. Want even Grote voor de families. duidelijkheid: jullie kwamen hier en alles was goed. Gewoon gezin intact. Mm, ja, als je het zo wilt noemen. Ja, toch? Ja. Uh, maar waar gaat het mis dan? Want dat is wat ik interessant vind. En uh, in de zin van, ik herken dit soort verhalen, ook waar ik vandaan kom. Hier in Nederland. Dus ook hè, ouders die uit het buitenland komen, uh, van het buitenland komen, hier komen wonen, hopend op een beter leven. En toch. En toch gaat het juist hier mis uh, in Nederland. Mm. Heb je idee waar dat mis is gegaan tijdens de schrijven van het boek? Dat je herkent van, oh daar is het misgegaan. Dat gaat wel echt generaties terug. Het ging niet opeens hier mis met mijn ouders of zo. Hun komen natuurlijk hun, zijn ook gewoon in Ja, we hebben net het voorbeeld FI gegeven, gegeven dus, inderdaad. Dus, ja. Ja. Klopt, in het boek geef ja. je ook het verhaal ja. van. Uh, het is gewoon, ja. Uh, maar specifiek jullie gezinnen. Want kijk, we hebben het hier over. Het eerste wat ik tegenkom is uh, verslaving. Alcohol en drugs. In eerste instantie je vader en je moeder. Mm, maar dat heeft ook een effect op jou als kind. Jij en je broer trouwens, want je was met een broer en je vader en je moeder, zo begon dat. Uh, ja, dus wat ik eigenlijk wil uh, weten is: herken jij daarvan? Oh, daar is het misgegaan. Even, je, je, nu schrijf jij en herken je van: het gaat verder terug. Maar dat had je toen niet. Nee, op dat moment dat is het mooi aan kind zijn moment dat er iets gebeurt als kind is dacht en na zijn kind dan weer vergeten daarom zeggen ze ook dat je als een kind moet blijven, als een kind moet zijn. Van nou in het Zo lang staan. mogelijk hè? Ja, het is nog steeds laten kinderen tot me komen. Dus dat is het mooie aan kind zijnde. maar betekent niet dat er niet iets wordt getekend in je wat zich later dan gaat uiten. Ja. Ja. Uh. Ook opvallend aan jouw verhaal, en dat zei je de laatste keer ook, en ik vraag me af of dat nu wel het geval is, is dat je eigenlijk nooit een thuis hebt gevonden. Klopt dat? Ja. Ja, je bent zoveel keer verhuisd, volgens mij 31 nog wat keer verhuisd. Uh, 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 jij moest steeds verhuizen. Deel dat verhaal even. Uh, je ja, hebt op heel veel verschillende plekken gewoond. En op een gegeven moment, als je 31 keer je spullen hebt in en uitgepakt. Dan um, ga je wel begrijpen dat een huis niet per se een thuis moet zijn. Een thuis is nu voor mij hoe ik me van binnen voel. Ja. De band die ik heb met mijn moeder, dat voelt als thuis. Ongeacht waar we zijn. Of we nou nu in een opvanghuis zijn. Nee, is het altijd zo geweest? Dat je die band uh, hmm. ervaarde als een thuis? Nu waardeer ik dat nu het wel. meeste, ja. 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 Mijn moeder dat altijd... Wel heeft gecreëerd, maar dat ik het niet altijd wist te omarmen vanwege mijn gebrokenheid. En daarin was mijn moeder misschien wat sneller genezen en hersteld door haar geloofsovertuiging of haar houvast of wat haar daarin heeft geholpen. En ik was daarin nog uh, gesloten. Maar dat, dat, als je mij nu vraagt wat thuis is, is dat niet een huis per se. Thuis zie ik meer als een connectie wat ik voel. Of een plek waarvan ik weet, daar is geborgenheid. Daar ben ik meer dan genoeg heb je die connectie nu? Ja, ik heb die connectie voor mezelf met mezelf, met God. Ik heb die connectie met mijn moeder. Dat ik echt zoiets heb van ja, dat ik weet waar ik thuis ben. Ja. Waar ik thuis hoor ook. Belangrijk onderdeel van uh, jouw verhaal en dat dus ook van jullie gezin is uh, dat je moeder het geloof omarmde. Maar voordat dat zo ver was, jouw vader was dus verslaafd aan drugs. Jouw moeder gebruikte ook drugs. Maar zij op een gegeven moment kwam het geloof op haar pad. Uh, wat ze heavy omarmde, eigenlijk zo erg dat jij het ervaarde van... alsof je in de steek werd gelaten. Alsof ze koos voor het geloof... boven jullie allemaal. Klopt het? Ja, dat heb ik zo ervaren. Ja. ja. En wat ook opvalt is... Uh, jouw eigen strijd van, uh, met het geloof. We hebben het nu over christendom... maar in ieder geval ook het gevecht van... geloof ik wel in God, ja of nee? Eh... Uh, dus we hebben dat. Uh, maar dan hebben we nog niet duidelijk gehad over waarom jij steeds moest verhuizen. Waarom was dat? En nogmaals vanaf jong, hè? Ja. Vanaf jong, vanaf heel jong. Um, aan de ene kant uh, je huis kwijtgeraakt, Bijlmerramp. Aan de andere kant uh, je moeder die vlucht, opvanghuis terechtkomen. Dan weer uh, een andere plek wonen in Nederland, weer verhuizen. Ja, waarom moet je verhuizen? Omdat er geen, op dat moment geen eigen woning is. Ja. Daarom op zoveel plekken gewoond. Maar jij bent ook vaak, uh, maar tenminste, zo ervaar jij het alleen gelaten. Dus geen vader, omdat die was drugsverslaafd, zo erg op een gegeven moment dat je zegt hij zelf een hele, hele junk werd. Ja. Dus die is niet meer in staat om uh, als vader uh, te opereren. En je moeder die is dan ook weg. Dus oh. dan was je alleen. Ja, ik heb, me wel, ik heb wel boosheid ervaren naar ouders toe, naar de situatie toe. Van, het zou wel fijner zijn geweest als ik in ieder geval al uh, gewoon een ouderlijk huis had. Het zou wel een soort van, uh, had ik dan in mijn hoofd eerlijke start geweest. En toen kwam we op een punt uh, dat mij nakte wat ik las. Uh, want we hebben wat gemeen, maar hoe dat voor jou is gelopen is een stuk erger. Uh, want jij kwam al, voordat we helemaal teruggaan even naar uh, jouw eerste seksuele ervaring met, uh, met je buurjongen en daar wil ik het even over hebben want toen was jij 11 jaar toch? Ja. ja. Dus elf jaar had je eerste seksuele ervaring, onze eerste gesprek wist ik dat niet. Uh, zaten we heel leuk te praten over ongezonde relaties hè? en uh, on on ongezonde seksuele uh, uh, gedrag. Uh, want dat is mijn ervaring, want ik was ook 11 jaar toen ik uh, mijn eerste seksuele ervaring had. Maar ik ben een jongen en dat lijkt dan stoer. Later als je ouder wordt, dan ga je begrijpen van, oh mijn man, nee, 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 dat verklaart de hele hoop. Uh, maar hoe dat bij jou was gegaan, jij dacht dat dat normaal was. En ik haal dat aan omdat dat was in een periode dat je alleen was. Geen vader in de buurt, geen moeder in de buurt en weer moeten verhuizen. Uh, ik zou graag willen dat je dat verhaal deelt. Omdat ik denk dat heel veel vrouwen en meisjes hier naar kijken. Die of één dat hebben meegemaakt, twee dat om zich één hebben gehad. En drie het belangrijkste, naar jou kijken en zien van wat zei die dame nou? Wat een topvrouw. Elk woord van haar inspireert. Terwijl je om in trauma hebt. Wil je dat delen? Dat verhaal. Um, het neemt zeg maar dat je bewust bent van bepaalde dingen, dat je ze gaat herkennen. Um, net als zoals ik toen niet bewust ervan was dat het niet normaal was. Zo zitten heel veel mensen in relaties waar dingen gebeuren waarin ze niet bewust zijn of ooit bewust zijn gemaakt van hé hey, dat het niet oké okay is of niet normaal is of dat het niet zo hoort. Um, heel veel jonge mensen kunnen een, een beeld hebben over seks of wat ze hebben, omdat ze gewoon niet bewust zijn. Er is niemand die jou vertelt over dat jouw lichaam een tempel is. Er is niemand die jou gaat vertellen wie jouw voorouders zijn. Er is niemand die jou eraan gaat herinneren dat jij komt van goddelijkheid. En op het moment dat jij die bewustzijn niet hebt, is het ook heel moeilijk om iets te herkennen. Dus het was niet gek dat ik 11, 12 was en op dat moment uh, met een moeder was die heel veel was aan het werken. Mijn broer was veel bij mijn vader in uh, Amsterdam. Hun waren hun eigen dingen aan het doen. Dat, en ook nog eens met de achtergrond dat ik al eerder door misbruik ben gegaan, maar het niet kon plaatsen. Dan is het niet gek dat je niet weet wat normaal is. Je weet niet, is dit oké? Okay? Hoeveel mensen dagelijks worden aangeraakt, meisjes, jongens. En dat ze het eigenlijk niet weten, is dit nou goed of is dit nou fout? Omdat niemand je het heeft verteld. Dat jij van waarde bent, dat jij bijzonder bent, dat jij speciaal bent. En hoe ervaarde jij toen, elfjarige jarige Deswant ga Je gaat zeggen. er gewoon doorheen, dat is wat ik weet. Je staat er op dat moment... Dat is wat moment. je herinnert, je ging er dat gewoon is, doorheen. Dat is wat ik weet. Van, je hebt misschien wel een gedachte van, is dit normaal of niet? Maar wat je gewoon doet, is wat, is wat de mens heel gauw doet. Is dingen wegschuiven en doorgaan. En ik denk als je jong bent, dat je dat heel snel gewoon doet. En op een gegeven moment... Het stopte gewoon, dat is wat ik weet. Van hé, hey, gewoon, like, hé, hey, ik ging ook, uh, ook verhuizen volgens mij. Want dit was een oudere jongen. Ja. Ook nog. En, ja, maar als je op dat moment 11, 12 bent. dan denk je in je hoofd: er is niks mis met 16 of 17. Zou ook niks mis zijn als het op een gezonde, normale manier is of wat Maar op, al nu dat ik bewust ervan ben, weet ik van: oh, ja, dat, uh, ik snap het. Dat ik, dat ik zo in mijn leven zo op zoek ben gegaan naar. Van alles en eh, nog wat. Dat, 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 dat gun ik geen enkel meisje van 11 of 12. Ja. Gewoon dat ze bezig zijn met in de spiegel kijken en aan het dansen zijn en aan het zingen zijn. Mm -hmm. of buiten zijn het spelen of een moeder of een vader hebben die zeggen: van, Hé, hey, ik ben goed, ik hou van je of dat, dat, dat. Dat is niet waar je mee bezig moet zijn hè, als je 11 of 12 bent. Oké. Okay. Vind je het erg als ik iets dieper ga en iets uit het boek neem? Ja, mag je. Want het uh, heeft zijn bron. Waarom je elf jaar bent en denkt dat uh, dat er niets aan de hand is, dat je met de oudere jongen uh, seks hebt? Want we moeten jaren terug, toen je drie jaar was, wat je altijd ervaren over die flitsen die je zag met betrekking tot je vader. Uh, ik wil je vragen om dat zelf te delen, omdat ik niet dingen wil zeggen, uh, omdat hoe ik ze in mijn hoofd zie. Ik hoor liever uh, hoe jij nu als volwassen vrouw daarnaar terugkijkt. Die flitsen toen je drie jaar was. Mm, ik denk dat ik in mijn tienerjaren jaren steeds flitsen kreeg. Van hé, hey, dat ik um, mijn vader zeg maar uh, op het bed zag liggen. En in dit geval als ik gewoon open en te, te transparant gewoon kan zijn, zeg maar met een stijve. En dat ik zie dat ik als kind daarna kijk. En doordat het flitsen waren. En het zoiets is in een leeftijd dat je nou niet weet: is het waar of is het niet waar is ook een beetje gekke naar wie ga je om dat even te even te vragen van hé hey, ik zie flit van naar wie ga je juist dus dan denk je van oké okay, dan is het normaal en waar bij mij meer de bevestiging kwam was toen ik op een latere leeftijd het dus wel een soortgelijke situatie met mijn vader had uh, meegemaakt dat ik wist nee er is iets met hoe wij als mens zijn gemaakt met onze dna dat de dingen opslaat. Je weet het heel goed. Zelfs mm -hmm. vanaf een baarmoeder. Vanaf dat je weet als je. Oh, je het ja, niet, ja, snap je dat? En zo heb ik er eigenlijk een soort van rust in kunnen vinden. Eerst met de waarheid. Van anders blijft het een soort ding. Is het waar? Is het niet waar? Voor mij is het nu gewoon. Ik heb het gelepeld onder. Het is waar. Dat klopt. Dat is onderdeel geweest van mijn uh, leven. En um, dan kan ik het allemaal wat beter gaan plaatsen. Inderdaad. Van hé, hey, hoe komt dat? Maar wat is waar? Hoe, hoe bedoel je precies? Je zegt het is waar. Oh ja, het is, het is waar dat ik als kind dat heb meegemaakt. En of het nou zo is met het op bed liggen, dat het beeld exact zo klopt, ja, dat, dat weet, weet ik niet. Maar wat ik wel gewoon weet is, mijn lichaam houdt mij niet voor de gek. Mijn, mijn ik, dit ja. wat mij draagt, kan niet. Kan niet. Ja. En zodoende heb ik er. Um, de waarheid moet je eerst onder ogen willen zien om er ergens een soort van. Ja, rust. Ja, rust klinkt ook zo raar. Maar het is meer. Dat je ermee kan gaan dealen, kan verwerken. Juist, juist, dat dat is meer mee het juiste dealen. woord. Ja. Want well, dat is heavy. Uh, dus als driejarig meisje zag je... Uh, nee, later herinner je je flitsen als driejarig meisje. Van hé, hey, uh, er is iets gebeurd. En met betrekking tot je vader. Uh, je zegt het goed, uh, denk ik. <laughs> uh, en dat je ermee kan gaan dealen. Dus, uh, alleen is dat niet wat je probeert weg te stoppen voor jezelf? Begreep je het? Ik, ik zeg maar, het is over de jaren heen. ben ik het beter gaan begrijpen. op de dag van vandaag. met nogmaals. alle het bewust, bewustzijn wat ik heb. en alle informatie wat ik heb. en de, de waarheid en feiten wat ik heb. kan ik gewoon plaatsen dat ik niet. zeg maar uit. niet alleen mijn vader, maar zelfs die generatie daarvoor. En daarvoor, nogmaals. het komt allemaal uit misbruik. Juist. Dus het is niet gewoon. het is niet. het zou zo oneerlijk zijn als ik het alleen maar die stempel op mijn vader zou neerleggen. Ja. Dit is een ding wat veel dieper gaat. Ja, maar daar ben je naartoe en gegroeid. Dat, na, ja, daar na, ben na, ik na over de jaren heen naartoe gegroeid. En op het moment natuurlijk is het een soort van hé, hey, dan zie je het echt als een vader-na-dochter kwestie. En nu zie ik het als een veel grotere echte generatie ding. Dat ja. ik blij ben soms dat ik um, deze energie mag ervaren met er heel goed mee weten om te gaan. Maar ik denk dat het komt omdat ik er ook heel goed niet mee wist om te gaan. En dat je, je toch de ene is. kant moet ervaren om de andere kant te kunnen ervaren, omdat het leven nou eenmaal gaat om tegenpolen. Dus ik denk dat dat de reden is. Anders lijkt het alsof ik dit altijd zo ben geweest. Altijd een soort van verwerkt heb en, en, en het geaccepteerd heb. Als je weet hoe het mij had. Nou, je leest het zelf wel in het, ja, in, het, ja. in, het, in het boek. Dan vind ik ook dat het net zo fair is. Dat ik ook net zo de vruchten van mag plukken. Ook net zo goed um, um, hetgene wat gebeurd is ten goede mag keren in mijn leven... in de vorm van zo'n interview of een boek. Hetgene wat gebeurt. Uh, bemoedig. En waarom ik het ook waardevol vind dat je dit deelt. Hey, laten we eerlijk zijn. Uh, dit soort dingen gebeuren uh, veel ook in onze gemeenschap... en met ons bedoel ik people of color. En dan hebben we er niet over. Uh, en in sommige gemeenschappen zelf, als je het probeert over te hebben... Uh, is het niet waar wat je zegt? Of hou je mond, je brengt ons ten schande. Uh, dus daarom waardevol dat we het gewoon hier over hebben nu. En, en moedig. Dus uh, even dankbaarheid uh, uiten daarvoor. Uh, dat is het idee van mij waarom ik zo'n trauma van jou even tevoorschijn wil halen. Uh, je hebt het over in je boek. Uh, maar toch blijft heavy vind ik. Uh, en het moet ook benoemd worden, want dan ga je begrijpen. Als je dacht van, oh, elf jaar, wat schokkend. Nee, nee, nee. Bron is nog schokkender. En dat is niet eens de bron volgens jou. Het gaat nog dieper en verder eigenlijk. Ik, ik, ik heb soms moeite met mijn verhalen schokkend vinden. En nee, dat is niet omdat het natuurlijk niet schokkend is. Maar het is omdat ik, net als hoe ik net zei, ik echt ervaar hoe dankbaar, dankbaar, dankbaar ik mag zijn. Dat ik ook de tegenpolen mag ervaren. Ja. Dus hoe diep ik zat in haat en in boosheid en dit mag ik ook gewoon liefde ervaren en vreugde ervaren en ervaren hoe deuren voor me open gaan, ervaren hoe ik dingen kan doen wat je normaal gesproken niet zou zeggen dat, dat, dat iemand zou kunnen doen met de achtergrond als mij. Wat, 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 wat mij meer, zeg maar, wat ik meer schokkend vind is al die mensen die nog erger hebben meegemaakt of hetzelfde hebben meegemaakt of iets minder hebben meegemaakt en nog steeds vastzitten. Dat is wat ik bedoel. Dat, dat vind ik pas echt, weet je, dat ik denk van een man. En daarom is het waardevol dat we het ja. gewoon erover hebben. Uh, en jij zegt, uh, je wil ook naar de andere kant kijken dat je liefde en vreugde mag ervaren. Uh, maar als ik zo naar je boek lees, en, want kijk, ik zie des nu helemaal anders. Hè? Uh, en des van toen, des van nu. Uh, maar, maar laat je dat ook toe. Lied je dat dan ook toe? Liefde en vreugde. Is dat iets wat je. Ja, nu, nu, nu zeker. Als we het gewoon praten in het, in het uh, nu. Is het uh, wat ik mezelf echt gun? Is dat ik weet, ik ben het waard, ik verdien het. Ik gun het mezelf. Ja, ik ben blij. Dus ik weet ook, ook jouw datoren, hoe, hoe liefdevol ik naar anderen ben. Ja. En ik uh, zie dat in de liefde die ik voor anderen heb, zeggen je, je kan niet meer voor anderen doen dan dat je voor jezelf doet. Ja, is... Dus dat betekent dat ik dan voor mezelf nog die extra mijlen probeer te gaan. Dus daarin zeker, ik, 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 ik gun het mezelf. Dus over de jaren heen heb ik dat echt moeten leren om mezelf te gunnen. Om echt de andere ja, tegenpoligon te ervaren, omdat het gewoon je recht is. Ja. Het wordt in ieders recht gewoon te zijn. Ben je liefde voor, tegenover jezelf? Genoeg? Uh, ik, ben, ik ben, zeg maar, tof love heb ik naar mezelf toe. Ook naar anderen toe. Ja. Dat heb ik vooral. Mm. Ik ben niet zo van, van de zachte liefde, nog niet dat. Maar. Um, het, 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 Daar het, ben je het, nog niet. Het, ja, nee, maar dit, dit werkt voor mij. Het werkt tot nu toe voor anderen. En ja, ik zie dat ik een. Uh, blijf een working process, zeg maar ik ben niet finished of zo nu dat er een boek is geschreven of wat nee, ze dat, dat idee heb ik ook niet dat idee heb ik ook niet. dus ja. ik blijf streng op mezelf. als ik mezelf niet check, wie check me dan? als ik mezelf niet order, wie, wie doet het dan? en dat is gewoon de realiteit. dus ik 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 ga het doen, omdat ik ook weet als ik het niet doe, ik weet echt wat het is om, in, om om die kant te ervaren. en daarom zeg ik, want ik wil echt niet terug naar die kant. ik weet hoe snel je gewoon daar kan zijn dat je, je helemaal alleen voelt of eenzaam en haat en boosheid en weet ik het wat allemaal. En met die kant bedoel je uh, ja het niet goed zorgen van jezelf, want je heel erg alcohol, uh, het was uh, vlucht in alcohol vooral uh, hier en daar af en toe drugs, maar dat alcoholverhaal is iets wat er boven uitsteekt en wat altijd heeft geleefd en eigenlijk nog vers is, want alles hier is vers waar we het over hebben. Uh, Laten we het hebben over het alcoholgedrag. Dat is altijd een uitweg. Uh, wanneer ik dat boek lees, dan, dan hoor je van... Uh, dan lees je van, oh, het lijkt hier goed te komen. Maar nee, bam, je valt weer precies in diezelfde tori. Uh, ik wil je wat vragen. En dan, uh, en dan, dan uh, die vraag komt... Omdat ik kijk hoe je met jezelf omging. En wat je net allemaal zei. Maar dan gaan we niet proberen een... Een leuk antwoord te verzinnen. Gewoon echt zoals het is. Als ik je vraag hou je van jezelf. Wat is je antwoord? Ja. Als je zo'n goed mogelijk antwoord moet geven. Ja. Ja. Wanneer heb je tegen jezelf gezegd dat je van jezelf houdt? Net nog dat we onderweg in de auto hier naartoe zaten. Ja, maar. Ja. ja. Maar okay. Ik helemaal geen zin had om hier naartoe te komen. Je had geen zin om te komen. Nee. Daarom zeg ik: van ik ga zelf nog steeds door mijn eigen dingen heen. Ja, ja, mijn ja, eigen gedachten, mijn eigen strijd. Ja. En op een gegeven moment had ik een moment dat ik in de auto was en ik keek naar buiten en ik begon bij de bomen. Dat ik dacht: van hé, hey, de boom weet dat hij hier staat om zuurstof te geven. Mm -hmm. Maar verder maakt hij zich niet druk om niks. Niet. Soms is het droogte, soms is er zon, soms is het dat. Maar die boom weet gewoon van: hé, ik moet gewoon doen wat ik moet doen en verder komt het goed. Dus ik was gewoon uit de auto aan het staren en aan het doen. En eigenlijk mezelf: van, hé, je gaat naar een interview toe. Besef dat je mag gaan geven. van je kan hier nu wel zitten met een soort ondankbaar gevoel of wat Dus het was ook ik, nogmaals: I gotta check myself. Ja. Zelf blijven die tough love geven. Die, ik ben mijn eigen grootste coach. Dat is wat ik gewoon ben. En het liefst zo snel mogelijk. Dus ja. Naast je eigen grootste coach, eigen grootste vijand? Mm, vijand niet. Nee, vijand niet. Want een vijand wil wat kapot maken. Want dat en ik dat merk idee dat, kreeg ik wel. Nee, ik merk dat ik heel ver, ver hard ben aan het rennen voor alles wat iets van mij kapot wil maken. Het kan zijn dat ik even een paar uurtjes in iets kan hangen of kan zijn. Maar ik probeer zo ver mogelijk te blijven van iets waarvan ik herken dat gaat mij kapotmaken. Ja. Ja, dus ik, ik, ik zie mezelf niet als een, als een vijand. Maar ik weet wel, nogmaals, net als hoe ik zeg: wanneer je hebt ervaren wat het is om je grootste vijand te zijn, zo gun ik mezelf ook om te ervaren wat het is om mijn eigen grootste soulmate vriend te zijn. V uh, verdien ik ook. Uh, ik kom zelf uit... Uh, hoe gaan we het noemen? De hoed. Achterstandwijk. Hoe noem Hoe het hoe je wil. Je begrijpt wat ik probeer te zeggen. Dus ik heb ook ervaringen, dingen gezien. En zelf dingen gedaan. Uh, waar ik niet trots op ben. En dingen meegemaakt. Uh, waar ik niet trots op ben. Maar, maar niet voor schaam, want het is gebeurd. Eh... Uh, Eentje uit je boek. En dan... Uh, uh, want ik wil het even in deze hoek houden. Ja. Yeah. Um, vond ik heavy. Ja. En dat is het verhaal. Heavy en herkenbaar. en in a good way. En dat is... Dat je vertelt dat je dus... Hè, je dronk veel. Uh, eenmaal kennis gemaakt hebt met alcohol... Was dat waar je naartoe vluchtte. Dat is hoe ik dat uh, lees. Eh... Uh, en dan werd je ook echt dronken op een gegeven moment. Gevaarlijke uh, dingen maak je mee. En als ik lees, dan lees ik dan uh, dat je zegt... ja en dan liep ik dronken op straat laat s'avonds. En terwijl ik lees denk ik van oeh, maar dat is gevaarlijk. En dan gebeurt daadwerkelijk wat ik denk. In een voorbeeld van jou. Uh, en je moet het boek gaan lezen, want nu haal ik een paar voorbeelden tevoorschijn. Maar je moet heel het verhaal horen... Uh, ik vind dat je het moet laten marineren om haar verhaal te begrijpen. Maar ook voor jezelf uh, misschien een spiegel, weet je, hoe je naar dingen kijkt en naar situaties van mensen. Maar dan vertel je een verhaal dus waar je dus een man tegenkomt. Uh, je kan je ei kwijt, je bent droemo, dus je praat, je vertelt je verdriet wat je allemaal meemaakt. Uh, maar ik vind ook de manier hoe je het hebt geschreven, vind ik ook treffend. Uh, de man luistert naar jij, vertelt je verhaal. Maar het eindigt in seks in, in de hal van uh, je flat. Ik vind dat zo typisch. Oh shit. Uh, want ik heb veel van die verhalen. En misschien heb ik zelf zoiets meegemaakt. Uh. En de manier hoe je het vertelt. En die man was aan het luisteren. Uh, zo kwam het voor mij over, hè? Maar het eindigde in seks en dat soort dingen. toen ging ik naar huis. Hé, hey, dan was je op een plek, vind ik. Dan was je op een bepaalde plek. Uh. En ik ken veel meiden die dit hebben meegemaakt, maar ook veel meiden die het zo, ik weet niet, van hun afduwen of zo verwerken: van ja, het gebeurt. Het gebeurt op dat moment. Uh, hoe kijk je daar nu naar terug als volwassen vrouw? Er zijn wat momenten in het boek dat toen ik het aan het schrijven was dat het me echt had gebroken en dit was een van de momenten omdat ik ook echt jong was. Ik was nog niet volwassen en dan komt het besef van um, wat mij brak. Toen ik was aan het schrijven was weer het stukje van man waar waren mijn mensen? Waar was iemand die mij nogmaals vertelde Zonder dat ik door. van waarde was, van uniek was, speciaal was, zieke bijzonder door. was. En het, ja, dit dat was echt een stuk waar ik echt even van moest bijkomen voordat ik even door ging schrijven. Um, als je terugdenkt, blij dat ik geen ziektes of wat zo even eraan heb overgehouden. Puur even praktische dingen dat als je gewoon ja. zo uh, denkt. Um, daarnaast ook, dit je, je was gewoon een, 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 ja, bi, een bizarre situatie. Het was een van, dat was de eerste volgens mij. Als het neerkomt op seksueel gebied en dat ik echt Ook nog, hè? Nee. ja en dat ik dan um, echt uh, dronken 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 was en dan gewoon echt. Uh, nee ik kan het nu niet bedenken man als dus ik denk aan mijn eigen wat, nichtjes wat, wat of wat ze even hoe hoe werd je wakker ik weet dat ik um, heel heel beschamend wakker was geworden want ik moet voorstellen ik word wakker in het huis van de jeugdleiders van de kerk en betekent dat hun ergens al alles al door hadden of wat zo even. Want ergens mijn telefoon lag half ergens nog in een trappenhal en weet ik het wat Bij allemaal. Ik je seks had gehad met die onbekende ja, ja, man. Ja, 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 dus het was heel, heel, heel beschamend. Dat is wat ik weet. Ik schaamde me zo. En de plek waar ik zat en ook nog eens dus alles rondom het religie. Ik dacht, ja, klaar, ik ga naar de hel of zo. Oh ja, want inderdaad, jij bent dus een, ja. een, 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 een haat- en liefdeverhouding met uh, het christendom, of het geloof eigenlijk, in dit geval christendom. Dan weer wel, dan weer niet, dan weer weer op zoek, dan wel met God praten, dan weer niet geloven. Gewoon alles wat je overkomt, laat je twijfelen erover, zeg ik dat goed? Liet me twijfelen. Ja, toen, ja, toen de tijd. Ja, 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 ja. Ik praatte over toen de tijd. Ja, ja. En dat was weer een moment dat je weer ja, ging proberen bij die mensen te intrekken. te en, en het hielp je ook op momenten. En dan toch weer ervan af, van hey, omdat een situatie gewoon... Jullie denken van nee man, het is allemaal bullshit. Totdat je het weer nodig had. En totdat je het weer hielp. En een moeder die je steeds weer... Want zij zat heavy uh, in, uh, in het geloof nog steeds, toch? Mm -hmm. Ja. Uh, dat is hoe ik dat lees. En dan inderdaad, je schetst het toe. Uh, je, schetst het, je schetst het goed. Dat is ook nog de situatie. En dan overkom je dit, is dus dubbel en dwars schaam. En je bent jezelf aan het judgen voordat, iedereen, voordat iemand weet uh, wat er is gebeurd. Zwaar. Ja, zwaar. zwaar. Maar heavy. En tot de dag van vandaag heb je geen idee wie die uh, doet. Het kan zomaar is. iemand zijn die mij zo vaak heeft gezien en ja, ja. gewoon kan. Dan ja. zijn misschien zoiets van: I don't know, man. Ja. I don't know. Dus toen jij bij mij op bezoek was uh, de eerste keer, had je dus over. Ja, ongezonde relatie met seks gewoon en we praten gewoon, weet je. Uh, maar het gaat dieper, blijkbaar. Zo, zo zit ik dit boek te lezen. Alles. Hoe, hoe ik het heb ervaren, ik kan niet voor iemand anders invullen. Want er zijn mensen die het gewoon al heel erg fijn vinden om. Uh, niet iedereen deelt dit. Dit is mijn ervaring, ervaring zeg maar. En ik denk van, uh, ja, ja. Dit is jouw ervaring, ja? ja. Dat je. Uh, uh, ja, ik hoor het, ik hoor het, ik hoor het. En dat je deelt is belangrijk. Want dat wil ik zeggen. Dus uh, ik lees dit boek en denk, alles gaat dieper waar we het over hebben gehad. Want ja, je hebt waarheid met me gedeeld. Uh, maar we hadden het gewoon oppervlakkig erover. En dan, omdat jij ook een, uh, uh, je hebt het in je om mensen te motiveren en te inspireren. En uh, dingen wil je natuurlijk graag draaien, ook met uh, je organisatie en wat je doet, naar het positieve. Dus eindig die takkie toch weer in, maar hè, het algemene voorbeeld tevoorschijn halen. Mensen die, in, omdat je wil inspireren. I get it. Maar ik persoonlijk denk van, want ik heb met desballetin te maken. Ik kijk naar gewoon, en hier dan kijk ik naar dat meisje. Die is gevormd tot die vrouw die je vandaag bent. En dan denk ik. Doe ik ga je wat zeggen? Dan denk ik. Ik wil het knuffelen. Dat is wat ik dacht. Sommige momenten. Vroeg ja. ik me letterlijk af ook. Wie hier in heel dit boek heeft jou toen de tijd een knuffel gegeven? Tot aan het eind hè. Tot aan het laatste hoofdstuk. God heeft me nooit losgelaten. Dat is wat ik zeker weet. Dus je moet naar God gaan voor die knuffel waar ik het over heb. Het is niet zozeer een knuffel, maar het is meer van. En ik, kon... ik bedoel hem inderdaad niet zo simpel als een knuffel, en, maar. In, dit, in, dit, in, dit, in het leven. Een brasa van liefde. Ik het zeggen. Ja, ik, 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 zou, ik zou liegen als ik zeg dat mijn moeder me niet altijd heeft geknuffeld. Maar hoe ga jij liefde ervaren als je geen liefde wilt zijn? Omdat je liefde niet kent, het niet weet te plaatsen. Mm -hmm. Hoe? Dus dan kan je, iemand kan je wel een knuffel geven. Maar dat, dat, dat was op dat moment niet voldoende geweest. Je zou niet eens uh, weten hoe je het zou moeten verwerken, zo'n knuffel. Als je destijds dat gaat. Ja, maar mijn moeder heeft me altijd geknuffeld. Ze heeft altijd. Ik denk dat dat ergens ook me heeft behouden. Ze heeft me altijd elke maandag berichtjes gestuurd over dat ik bijzonder ben, speciaal ben en een queen ben. En. Maar het, 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 het kwam niet aan, ja. omdat ik niet moeder zag. Ik zag gewoon, weet ik veel, de bekeerde, I don't know, zuster of zo. En op een gegeven moment zie ik nu gewoon wel van... nee, dat is moeder, wanneer ze tot me praat. En dan komt het aan. Mag ik even het beeld proberen te schetsen? Uh, je hebt dus jullie die uit Curaçao komen. heb je uh, je vader, die verslaafd raakt tot op een gegeven moment, zoals jij het beschrijft... echt helemaal full junkie is. Dan heb je je moeder... Uh, die zich vastgrijpt aan het geloof... op een gegeven moment. En ook helemaal stort op het geloof. Waardoor... Dan heb je je broer. En daar wil ik het zo meteen nog over hebben. Hoe, hoe, toen ik dit las. Dan heb je je broer. Uh, terwijl jij overal naartoe verhuist... wil hij maar niet weg uit Amsterdam. Hij wil bij zijn vader zijn. Eh... Uh, en die raak in de criminaliteit. De raak verwikkeld in de criminaliteit. heavy criminaliteit zit most of the time vast. En dan heb je jou, dat meisje. Die het maar moet uitviggen. Dat is hoe ik dat uh, heb gelezen. Dat is dus die, uh, dat gezin waar we het over hebben. Mm -hmm. Maar wat je overal hoort... is dat iedereen struggelt met iets. Mm -hmm. En gaat er op een andere manier mee om... Jouw moeder waarschijnlijk, zo lees ik dat, hè? Uh, ik ben zelf geen christen. Maar ik denk, jouw moeder manier om te surviven, was het geloof om sanity te behouden. Dat is wat ik denk nu ik het zo lees. En voor haar om, uh, net hoe jij vluchtte naar het alcohol, greep zij het geloof om maar sane te blijven, denk ik dan. Je brada in criminaliteit, je vader in drugs. Als buitenstaander en ik schets het zo. Wat denk je dan? Dan krijg ik, ik krijg, krijg ik een andere vraag in mijn hoofd. Kom maar. En dat is: waar heeft de keuze van mijn vader naartoe geleid? De keuze van mijn broer naartoe geleid? En waar heeft de keuze van mijn moeder haar naartoe geleid? En is dat denk ik toch wel het mooiste wat ze heeft kunnen kiezen en heeft kunnen doen? Uit die als vier ze, personen die ik effe had Als ze, als ze dat had. niet had gekozen. Nou, ja, dan zat ik hier zo, sowieso, niet. Want, sowieso niet. Sowieso niet. Sowieso niet. Want, want destijds begreep je het niet. Je voelde je in de steek gelaten. Ik heb God altijd begrepen. Nee, ik de heb... keuze van je moeder om zich zo. Het, het leek toch alsof ze alleen maar met geloof bezig hield. Ja, ik, ik ik begreep het niet dat ze zo met religie bezig was. Maar ik heb God altijd begrepen. Ja. Ik heb God altijd begrepen. En um... Ja, ik ben dankbaar. Als mijn moeder die keuze niet had gemaakt... had ik nooit zo'n zo drang gehad om op zoek te gaan naar God. Mm -hmm. Door mijn moeder was ik echt benieuwd. Oké, okay, wat is er dan echt? Als dit dan, wat is er dan voor mij echt? Mm Het -hmm. heeft me gebracht op dat ik nu... Uh... De God, zeg maar... Ik ga, ik ga hem tekort doen... als ik hem ook maar probeer te omschrijven in woorden... Er zit geen vorm aan. Er zitten geen kaders, geen grenzen op. Je kan hem niet boksen, je kan hem niet plaatsen, je kan hem niet benoemen. Dat is voor mij God. Je ziet God in alles wat leven is. En leven is iets wat er altijd is, was en zal zijn. En dan als je een beetje, voor de mensen die zin hebben, onderzoek gaat doen, dan zie je heel veel gelijkenissen in. Verschillende religies. Dus het is, het is een is maar hoe je het bekijkt. Bijbel vind ik een van de mooiste boeken. Het heeft jouw moeder gered en daardoor ook jou. Toch? Ook als je kijkt naar... Zeker. Uh, ik zag heel wat ik deed. Ik heb die personen uit elkaar gehaald. Want iedereen heeft zijn eigen trauma en manier uh, hoe ze ermee omgaan. Want uh, check, ik had het over je broer die constant vast zat vanaf jong. In elk, in elk scenario die jij meemaakt, en dat zijn mm -hmm. verschillende... Steeds weer, en mijn broer zat toen vast, en mijn broer zat toen vast, en toen vast. En weet je wat ik dacht toen ik het las? Want dit is jouw verhaal. Maar voor mij is het een verhaal natuurlijk. Dus zo persoonlijk uh, zit ik er niet op. Maar het raakt. Want herkenbaar natuurlijk toch. Ik kom ook uh, van een bepaalde achtergrond. En. Uh, ik, moest, ik kon niet helpen, maar toen denk. Ja, maar wat zat met hem? Weet je? Hoe heeft hij dat dan allemaal ervaren? Want hij zal ook met om in dingen... Ik zou bijna zijn boek willen lezen. Laat moet ik het zo zeggen. Want dat is ook wegvlucht. Hè? Jouw was alcohol, die was het geloof, Waarom was drugs. Maar jouw brada vlucht dus in. Hè? Want het is dan ook een man. Dus misschien heb je met macho dingen te maken. En jezelf maar niet toegeven van... Ik ben een gebroken mens en al dat soort dingen. Ik praat nu zo omdat ik ouder ben. <laughs> maar als ik denk aan vroeger. Hij zal ook... Kapot zijn geweest al die tijd. En in de steek gelaten uh, voelen. Want je hebt je in de steek gelaten gevoeld door je ouders, toch op momenten? Mm -hmm. Dat zal hij ook hebben gehad. En uiteindelijk ja, zie ik je dat precies zeggen. Wat ik uh, dacht, dat je later dacht van: Oh maar damn, hoe zal hij zich hebben gevoeld? Uh, ja, dag vier zonder zusje, vader moeder en alleen daar in die cel. En dat had ik dus constant, terwijl jij jouw verhaal aan het vertellen was, dat ik dacht van ja, maar wat zat met die hoe <laughs> Alles wat jij omschrijft, hoe ervaart hij dat? En zijn lot is dan dat hij uiteindelijk wordt uh, vermoord. En dit is, uh, uh, dit is eigenlijk het, het wrange dat toen jij bij mij was en nu nog steeds, dit is verse torie waar we het over hebben. Het is drie jaar geleden. Uh, en ook toen je bij mij zat. Maar dan deel jij dus allerlei positieve videoboodschappen. En wil mensen motiveren. En doe dat ook met je... Uh, you gotta believe. Maar hoe lukt het jou dan om positief te blijven? Want het is nietmaals wat je allemaal uh, overkomt. keuze, Elke dag weer om te geloven in het goddelijke wat er in me zit. Ook al zeg mijn maar, verstand soms wat anders, mijn emoties gaan soms de andere kant op, maar elke keer weer die check van yo, check jezelf weer. Ik denk dat dat maakt dat ik uh... soms heb ik ook gewoon dagen dat ik denk, hey, fuck het allemaal man. Alsnog. Ja zeker, gewoon van fuck het gewoon allemaal. Maar. Weet je wat het zo jammer is met mij? Ik hou niet eens dit, is er het toe 24 uur vol. In een paar uur ben ik ja. alweer Oh ja, yeah, you gotta believe in. En die mindset weer. Ja. Dus ik ben ergens ben ik gezegend met het feit dat ik zo geobsedeerd ben ja. met gewoon dit zijn. Het leven op het goddelijke manier willen ervaren. Ja. Ik heb dat zoveel gevoed dat dat niet het grootste in me is. Dus hoe meer ik dat blijf voeden, hoe groter dat blijft. Dat overwint toch altijd wel, whatever je voelt uh, nee, op een mindere heb, dag. Je, je, van alles heb je twee in je toch? Het is wat je doet uh. toch? De uh. keuzes die je maakt. Als ik nu die uh, killer in me ga voeden, dan gaat die er zeker zijn. Daar uh. heb ik geen behoefte aan. Dus ga ik liever aan de spreker aan mezelf werken en die voeden met goddelijkheid, zodat ik gewoon kan staan op dagen dat ik de handdoek eigenlijk in de ring wil gooien en wil doen. Mm -hmm. Dus en jij hebt het ook in je een hele liefdevol persoon, en je hebt een hele afschuwelijke persoon. Mm -hmm. Het is maar wie jij voedt. En soms is het ook gewoon wie er voor je staat. Die kan ook gewoon krijgen wat er in je zit. Ja. ja. Dat was het een beetje. Maar Loek, je had het net over... Uh, altijd maar zo erin staan. Uh, ook opvallend is uh, dat je praat over maskers. Dat je vaak eigenlijk misschien een masker op had. Mm -hmm. Ook overlevingstechniek. Mm -hmm. uh, Oh, masker in. Misschien zoals ik het voorbeeld gaf. dat je, hè, je bent dingen aan het zeggen terwijl je bent fucked up zelf. Uh, maar ook in de liefde. Want ik heb al deze dingen even uh, besproken. Uh, al die trauma en dat soort dingen. Zodat je ook kan begrijpen. Uh, maar jijzelf, hè. Uh, uh, Oké, okay, waarom opereer ik zoals ik opereer als het op de liefde aankomt? Uh, eerder heb je het ongezond genoemd. Ik ken alleen maar ongezonde relaties. Um, maar begrijpelijk als we horen uh, hoe dat voor jou eruit zag vanaf klein meisje. Um, heb je ook altijd een masker gehad in de liefde? Je bedoelt toen? Zeg maar in, in het. In, in al je relaties, zeg maar. Ik denk niet dat je continu de hele dag maskers draagt. Maar in, 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 dan nogmaals, op het moment dat je het natuurlijk bent, dan, dan, dan denk je dat je daar ergens iets soort van. dat het oké okay is wat je bent aan het doen. Dat was het meer. Meer aan het rechtvaardigen. Dat ik along the way al die tijd al wist van: dit is niet goed, dit is niet gezond, dit, dit, Noem het maar allemaal op. En, um, maar laten we het benoemen. Uh, bijvoorbeeld, uh, want bij jou komt ook nog bij. Je hebt gelovige mensen om je heen. Je woont ook bij gelovige mensen. Je moeder is gelovig. Jij zelf uh, heen en weer van wel of niet. Uh, maar dan komt er ook een moment dat je uit de kast komt. Of eigenlijk was het niet eens de bedoeling. Het wordt duidelijk van... Hey, ik val, uh, val op meisjes. Uh, dat is wat ook nog bij jou speelt. Uh, waarbij dat nu gewoon veel vrijer in veel gevallen is. Had je daarmee te maken. Maar ik lees ook veel... Uh, Inderdaad, zoals je eerder beschreef, toxic, veel, veel vechten, veel geweld. In bijna elke relatie wel. En er komt veel voorbij liegen en bedriegen vanuit jouw kant. Uh, ja, waar komt dat vandaan? Die <laughs> Je heb het boek niet gelezen. Ik heb het gelezen. Nou, waar kan ik niet Ze uh, hebben het niet de, gelezen. Ik de, hoop dat de, ze het gaan lezen. De gebrokenheid heeft ervoor gezorgd dat ik ook heel veel gebrokenheid heb aangetrokken. En dan is het net als twee gebroken mensen. Wat brengt dat voort? Alleen maar gebrokenheid. Dus dat is, dat is ja, dat is als ik er nu op terugkijk. was gebroken. Je trekt gebrokenheid aan. Het is het, ook al. Er zou niks goeds uitkomen. Uit, uh, er zou gewoon niks goed uitkomen. Heb je überhaupt een gezonde relatie mogen ervaren, wat jij gezond noemt? Ja, zeker. Ja. Daar zeker, ja. ben ik ook dankbaar voor. Ja. ja. Zeker, ik weet zeker wat gezond is. Ja, Oké, okay. ja. en, en was je daar ready voor, of want, waarom ik dat zeg? Of leun je meer naar ja. van, ik wil weer terug naar wat ik gewend ben, man? Oh, nee, nee, nee geen weg terug. Nee. Ja, 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 geen, <laughs> geen weg, weg terug. Weg dat, terug dat, ja. dat is de motor. Dus nee, dus nee <laughs> want het kan gewoon Maar dat je... Simon nee, dit. Niks in mij. Simon dit, zo. Dat het klopt. Niks in mij verlangt ook maar naar. Iets wat jij daar in het boek hebt gelezen. Dus niks op het gebied van relatie, niet, niet op het gebied van wat ik heb meegemaakt, niet op vriendschappen, niet op samenwerking, niks in mij verlangt terug naar dat ik me heel dankbaar heb mogen ervaren. Als ik zeg, wil ik van alles wat ik daar heb ervaren, wil ik nu de andere kant ervaren. Dat is nu mijn uh, waar ik hmm. onderweg naartoe ben. Ja. Er is ook heel streven in de liefde om uh, zonder relatie aan te gaan. Jazeker. Ja. Ja, uh, Hé, hey, even, je ziet er een beetje moe uit. Ben je moe? Dus ik heb er uh, niet over moe, maar misschien mentaal moe. Kan zijn. Kan zijn. Huh? Ik heb het daarom zeggen van misschien mentaal, ja. Dat ik echt mezelf ben aan het switchen. Ja. Het neemt echt wat. Dat je aan de ene kant helemaal geen zin hebt. En dan aan de andere kant jezelf erin moet gooien van hé. Hey. Maar je bent... Hier voor je verhaal. Het gaat even niet om jou. Ja, maar. En dat is het stuk dat ik nogmaals naar mezelf. Ik weet waar ik sta op dit moment in mijn leven. Ja. En um, ik weet ook waarom ik op sommige plekken mijn verhaal wil delen en onder andere hier. Ja. En dat I is love de reden it. dat uh, je kan niet. Uh, ik denk ook niet dat een voetballer altijd zin heeft hè, in een wedstrijd. Maar je zal toch echt je mentaliteit als je in de kleedkamer zit, moeten omswitchen. Uh, maar zie je wat jij doet? Wel. Eh... Uh... Maar dat is die skill die je hebt. Je trekt het altijd naar trekt het vaak naar de algemeenheid. Bijvoorbeeld van de voetballen en zo. Omdat ik er zo, zo, zo naar wil kijken voor mezelf, om mezelf te inspireren, hoe erin te staan. Want ik denk, als je de hele dag laat leiden door alles wat je voelt, krijg je niks voor elkaar in het, in het uh, leven. Dat zijn gewoon de menselijke behoeftes. Dus heb je altijd zin om hier naartoe te komen om alles op te bouwen en te doen? Nee toch? Maar op het moment dat je weer denkt: hé, hey, yo, maar wil je dit of wil je wat anders, dan switch je die edit toe. Mm -hmm. Dat was voor mij even in de auto, dit switch-moment van hé. Yeah. Weet waar je om hebt gevraagd. Yeah, yeah. Ga nou niet als je iets krijgt, nu opeens zo van ja, like, je weet toch? Dit zijn wel de plekken die mij willen horen. Het is dus niet de shownieuws en de RTL en de weet ik het wat allemaal. Dit zijn de plekken. Nee, dit zijn onze de plekken mensen. die ik nooit moet onderschatten. Nou, I love it. Blij dat je dat, nou, zo, dat, je dat zo ziet, inderdaad. Ja. Ja. Hé uh, hey mensen, kijk hè. En ik ga het met je delen ook nog, die berichten die ik krijg. Uh, ik weet het nu al. Um, Waarom ik ook een beetje inschat van ben je mentaal moe. Jij doet heftige, Sanni. Deze topic alleen al, alles hier is heftig. Maar ik was bij jouw uh, theatervoorstelling. En dat alleen al uh, de benadering. Uh, uh, ik kijk ernaar en ik dacht, oeh, heftig van alle kanten. <laughs> uh, alleen al de opening. Maar uh, de opening start, hè? Een uh, grafkist uh, op het podium. En dat was uh, zoveel jaar... Ik weet niet of het op de dag, maar in ieder geval dichtbij... dat je broer een jaar, uh, drie jaar inmiddels al is overleden. Hè? Dat klopt toch? Dat ja, was, het was twee dagen voor zijn geboortedag. Dat was het meer. Oh, dat en was het, dat was zijn geboortedag. Ja. Oh, dat was toevallig allemaal in de buurt ook nog. Uh, ja, maar de kissen representen meer mij eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Wat ja. ik sterk vond, en dus dat ik bedoel van... maar je doet wel, je benadert wel heavy... Uh, uh, dat is dus, je kwam uh, zeg maar uh, niet in je ondergoed, maar met heel weinig kleding uit uh, die kist. Er uh, zijn van uh, uh, figuurlijke blootgeven. En dat is ook wat je deelt, want je deelde veel persoonlijke sannies. En wat ik, uh, het verhaal wat je gaf, uh, terwijl je zo uit uh, die kist kwam: uh, hoe je moeder jouw broer vroeger aankleedde toen hij jong was, maar ook toen hij was overleden, dat zij hem ook als laatste heeft aangekleed. En terwijl je dat vertelde, begon ze jou daar aan te kleden. En okay. dat zei <laughs> hij. Ik zag al van, oh, maar dit wordt er eentje. En het was er ook eentje uh, die aankwam. Uh, je bent niet bang om dingen real en gewoon even zwaar neer te zetten, want je hebt een zwaar leven gehad. 1 september. Ik heb, dat weet ik zelf ook echt geworden, als je het zo mag noemen. Het echt neergezet. En ik heb de show echt gespeeld. Kan egoïstisch zijn, maar voor mezelf. Die samenstelling qua mensen, qua publiek, krijg je niet gauw. Je vader en je moeder en dit en dat. Is puur uit op, op uitnodiging. Dus dat maakt wel iets qua energy in de uh, zaal. Um, ik heb hem gespeeld um, in het Parktheater. Een plek wat heel veel van me heeft afgenomen. En me ook. Ondertussen ook heel veel natuurlijk is dat De Belmer. Ja, dus ja, de Bijlmer is een plek van uh, eerst de huis kwijtraken. Mm -hmm. Je ouder die dat junk is geworden. Je broer die is vermoord. Verschillende dingen. Dat, wat je al zei, vanaf de af, tot de Belmer Is niet uh, een plek waar ik uh, alleen maar met een glimlach uh, na keek. En uh, ik wilde hem zo spelen. En... Uh, ja, het was een unieke, bijzondere ervaring. Omdat ik... Natuurlijk, van de achtergrond komt dat je het, het heel lang al probeert als artiest zijnde. Continu te horen krijgt dat je niet goed genoeg bent als rapper, niet juist bent, beter iets anders kan doen. En iets in mij verlangt naar het podium en ik kan het niet plaatsen. Ik kan het niet plaatsen. Dat ja, niemand kan mij vertellen of mijn zeventiende dat het theater tof is. Dat je zelf kan creëren wat je wilt in theater. Dus dan ga je gauw kiezen, wat ja, voor ons is om te kiezen, toch? De, de standaard dingen. Had je ja. reporter of rapper, weet ik het wat allemaal, dat beauty of whatsoever. En dat was voor mij het ook eerste keer dat ik eigenlijk als echt als volwaardig artiest zo voelde het aan, als op een podium stond. Hé, hey, en dat deed je goed. Ja. Uh, want ik was bij een theatervoorstelling die helemaal geen theater was, want het is jouw echte verhaal wat je daar ook nog deelt, uh, de doop de gedaan. Mm. Laten we het hebben over, want geen weg terug. Je hoort het, best wel zware verhalen. Maar is haar leven, uh, zwaar leven heb je gehad. Uh, maar we hebben het ook over genezen. Uh, constant proberen genezen. Uh, je moet gewoon het boek gaan lezen. Ik ga niet alles vertellen. Uh, alleen wat me wel opvalt is dat je steeds proberen en dan weer terugvalt. Steeds proberen en weer een terugval. Constant tot... Voor kort nog eigenlijk, het is niet zo lang geleden uh, dit allemaal. Dat ik denk van: oh ja, ook herkenbaar, joh. Want you ain't right all the time. Uh, iedereen niet. Je bent niet altijd goed, lekker en dat soort dingen. Ik kan gewoon weer terug, terugval hebben, maar nee, dan gaat het zoveel jaar met je goed. Uh, waar ben je nu met wat betreft genezen? Hoe sta je uh, tot betrekking met het genezen? Waar sta je vandaag? Heel veel, heel veel tegenpolen mogen zien, ervaren en bereiken. Dus als je het boek hebt gelezen en alles wat je daarbij doet denken, vanaf schaamte tot haat, boosheid, woede, zo dat, dat, dat. So, heb ik in de afgelopen twee jaar ook de tegenpolen van het allemaal mogen ervaren. En dat is uh, prachtig en ik kan niet wachten tot het, uh, het boek wat hierna gaat komen natuurlijk. En dit is echt tot 2020 geschreven. We zijn nu alweer twee jaar verder. Oh ja, er komt Twee jaar nog is een boek. natuurlijk nog niet. Hè? Ik bedoel, dit boek is, is er nog. Bestel het ook vooral. Desbarentien.nl, ja. dit boek is uh, daar. Yes. Maar ik weet wel dat ik niet uitgeschreven ben. Mijn pen is, uh, inkt is nog niet uh, droog. Nog even door. Ik vroeg aan jou, waar ben je nu met uh, genezen? Heel veel tegenpolen ben ik aan het ervaren. Nog niet alles. Ik kan het tegenpool van ongeduld moeilijk vinden. Nee. Dat maakt geduld. Ja, die kan ik moeilijk ervaren. Ja. Mm, verder, ja, ik ervaar heel veel tegen, tegenpolen. Ja. Nou. Wow. Ik en vind het goed dat je een boek hebt uh, geschreven. Het uh, is mijn kwetsbaar. En het is een andere des dan... Eentje die uh, nu altijd de antwoord klaar heeft. Because uh, you're ready, je bent een spreker, geïnspireerd ook vanuit de kerk, omdat je daar mensen zag praten. En uh, hier zie ik dat minder, wat het, uh, wat het voor mij, uh, uh, waardoor ik je beter leer kennen. Toen mm -hmm. heb ik dat ervaren. Okay. Ja, man. Door dat je zwijgt. Ja, toch? Wat ben je met het tweede boek bereiken? Want dat is ook voor jezelf. Dit was therapie. Wat is het tweede boek? Nog meer therapie? Ik ja, denk het wel. Ja, nou, ik denk het wel. I need it. I need it. Ja. No. Yeah. Praat je sowieso met mensen, uh, uh, therapie, nee. mensen die ervoor hebben gestudeerd, uh, waar je verhaal kwijt kan? Nee. Die je kunnen sturen? Nee. Dat niet. Nee, nee. Hebben we het Ja, geprobeerd? Jawel, man. mijn type of thing. Ja, ja. Yeah. Nee. Nou, dat kan. Dat kan zeker. Ja. 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 Dat kan zeker. Ja. ja. Wat zie je voor des dan? Nee. Uh, check, je was hier een jaar en iets langer uh, geleden. Uh, ik zei net of oh, 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 er tegen jou van: Ik denk dat ik een andere des heb mm, dan, dan toen. Uh, daar gaf je me een beetje gelijk in. Je ik me eigenlijk een beetje mysterieus aan, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Maar in nee. mijn idee gaf je me daar een beetje gelijk in. Uh, als ik jou weer over een jaar en iets langer tegenkom, wat ik hoop, want ik vind je een interessante uh, persoon. Ja. Yeah. Wat voor des willen we dan zien? Wat ik graag zou wensen is dat jij me over anderhalf jaar ziet. Mm -hmm. Dat jij heel duidelijk zal ervaren aan mijn energie waar ik ben. Als mens en als vrouw. Dat zou ik heel graag willen. Over anderhalf jaar, dat is hoe je het nu ervaart. Yeah, yeah, yeah. Dat je dan zegt: maar Wacht even. Ervaar het nu nog meer. Dat zou ik uh, willen. En dan komt de rest uh, in honderd fouten erachteraan. Dat wil, ik het ook. Mag zijn. dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Ja, het is. Het is. Het is. Het is hoe moet ik het zeggen? Ik, ik ben daar niet zozeer mee bezig. Wat ik graag zou willen, is, is de alle visies dat ik over de jaren heen heb gehad. Dat het echt één, één mag zijn met Gods plan. Dat is enorm wat ik uh, hoop. En. Ik heb ambities, ik heb visies. Sommige dingen moet je soms even voor jezelf houden. zodat mm -hmm. ze er natuurlijk zijn. Maar... Ja. ja, voor anderhalf jaar wens ik... dat je me tegenkomt, dat je het zal ervaren. En anders zoem ik ook. Lucudes. Ik voel je. Ik begrijp je een beetje. En... And... Ik ben met je. Ik waardeer de uitnodiging. Platform dat ik mijn verhaal mag delen. No, no, no. Laat die zakelijk. Zakelijk. Ik, heb, ik zeg je iets. <laughs> ik zeg je iets. Ik zeg je iets. Okay. Ik voel je. Ik denk dat ik je begrijp. En ik ben met je. Ja? Neem het begrijp gewoon. Je. Neem ik het neem gewoon. Het. Maar je moet ook vanuit mijn kant... Juist omdat je me daarin misschien niet vaak hebt gesproken... Juist. Ik moet aannemen dat als ik zeg dat ik iets waardeer, dat ik het echt waardeer. Lobby. Want als het niet deze tafels zijn, nogmaals. Ja. Zijn niet de Yinnex waar ik aan tafel kan schuiven. Zijn niet dat soort programma's waar ik mijn verhaal kan delen. Net als wanneer BN een boek. Dat zijn niet de plekken. Dit zijn de plekken. En dat zeg ik vanuit echt, vanuit ik, dank je wel. Want ja. uiteindelijk op het moment dat je je boek uitbrengt, dan breng je dat uit omdat je wilt dat mensen het lezen. Mm -hmm. Dus als ik zeg ik waardeer het, is het geen za zakelijke takkie. Oké. Okay. Absoluut niet. Het zakelijke Lovely. takje is dat ze moeten gaan naar desbalentine.nl. En vooral mij op Instagram en de socials moeten volgen. Dat is heel zakelijk. En dat is ook waar ik dit boek kan aanschaffen? En ja, op desbalentine.nl. Uh, ga checken. Reel. Uh, luister, in ons gemeenschap maken we veel mee. Uh, uh, lees het, begrijp het. Want je bent een inspirerende vrouw. Om uh, um over jezelf te zeggen, dus zeg ik het voor je. Uh, maar dan hoor wat voor trauma's hebben plaatsgevonden om dit te kunnen vormen. Uh, want dat is wel degelijk een groot onderdeel ervan. Desbalentin.nl. Yes. Waar kun je je volgen? Uh, wat is je handle? Everything van? is Desbalentin. Alles is Desbalentien, Ze heeft de shit in orde. Hé, hey, uh, ik probeer mijn shit in orde te krijgen. Jij kan me daarbij uh, helpen. Door mij te volgen, mij te liken, te abonneren op Gillies Love Line op YouTube, TikTok, Instagram en all that good stuff. Hey, um, thanks for coming. Thank you. Appreciate it. Hey, ik zie jou bij de volgende date. En zoals ik altijd zeg, if it ain't about love. It ain't about nothing. Yeah. <laughs> Je bent wel echt een talkshow-presentator. hè? die tak is Love line. Gilly's love line. <laughs>